is een uit de hand gelopen hobby. Begonnen met een aantal huisjes op de kast, zoals bij de meeste mensen. En dan haal je er een paar bij ieder jaar. En voordat je het weet heb je zo'n opstelling als hierachter staat. Ik vind het leuk om dat ieder jaar op te bouwen. Normaal gesproken staat het bij mij thuis. Alleen ik heb een paar huisdieren de afgelopen jaren erbij gekregen waar ik het niet helemaal bij vertrouwd. Vandaar dat het vorig jaar en dit jaar hier staat. Ik hoop dat het volgend jaar wel weer bij mij thuis staat. En hier is in het politiebureau waar iedereen dagelijks tijdens kantooruren kan komen kijken. Dat klopt toch? Ja, dat klopt. Het politiebureau in Almelo. Ja, dat klopt. En die hobby heb u samen met iemand anders. En kan u daar ook wat meer over vertellen wat zijn inbreng is en wat hij daarmee doet? De hobby is de passie is voor beide, laten we het zo zeggen. Mijn man, Adrie Linneman, die vindt dit geweldig, maar is wat minder creatief. Dus die brengt meestal wel de ideeën in en helpt met hand- en spandiensten, met het uitpakken en inpakken van de dozen en het kopen van de spullen. Dat doen we samen. We vinden het leuk om ernaar te kijken. Het opbouwen, dat komt op mijn stukje terecht. En hoe lang duurt dat voordat u zo'n hele opstelling zoals hierachter is, voordat die helemaal klaar is? Als ik eraan door kan werken, ongeveer een week of twee. Maar ik heb ook nog mijn eigen gewone werk. En als ik weggeroepen word, ja, dan duurt het wat langer. Dus dit jaar heeft het bijna 3 weken geduurd. En dat hangt een beetje vanaf. Maar als ik door kan werken, 2 weken. En kost zoiets veel onderhoud en veel batterijen? De batterijen valt op zich mee, omdat alleen het treintje, die nu even stilstaat, op batterijen loopt. De rest zit allemaal met trafo's en een heel elektriciteitspark hieronder. En ja, dat gaat met een stekker in de stekkerdoos en dat loopt wel. Dat scheelt een boel. Maar en onderhoud dan? Het is heel erg kwetsbaar, dus er gaat regelmatig wat kapot. En dat moet dan in de werkplaats eventjes uit elkaar geschroefd worden en kijken of je het kan repareren. Soms lukt dat, soms niet. Dan heb je een reden om wat nieuws te kopen.